2000 werd Ivan Meilemans dirigent van onze koninklijk fanfare Kempenploeg uit Achel. Dat Ivan, toen nog als jonge 29-jarige beloftevolle solotrombonist van het Koninklijk Concertgebouw Orkest in Amsterdam, 300 kilometer zou blijven rijden, iedere dinsdagavond van en naar een dorpje als Achel, ja, dat kon geen lang leven beschoren zijn. En dat was hoogstens een opstapje binnen zijn toen nog zeer prille dirigeercarrière. Althans, zo klonken de criticasters uit de Hafebra-wereld destijds. Wij als orkest konden alleen maar hopen op meer, hopen op een langdurige en succesvolle samenwerking. Wel, vandaag, 20 jaar later, vieren wij zijn porseleinenjubileum als onze chef-dirigent. Een mijlpaal waarvan niemand aan het begin van dit millennium had durven vermoeden dat we deze ooit zouden bereiken. En wat voor een mijlpaal. Onder het leiderschap van Ivan behaalde ons orkest onder andere een hattrick aan wereldtitels op het Wereldmuziekconcours, mochten we maar liefst 6 professionele cd-opnames uitvoeren, traden we op de meest diverse podia in binnen- en buitenland. Ja, werkelijk te veel om op te noemen. Of we al deze dingen ook hadden kunnen bereiken met een andere dirigent of met meerdere andere dirigenten in de voorbije 20 jaar, ja, dat zullen we nooit weten. Maar wat vaststaat is dat we dit dankzij Ivan gedaan hebben, dat we dit dankzij Ivan bereikt hebben. En wat ook vaststaat is dat het maar weinig dirigenten gegeven is om dermate lang met één orkest samen te blijven werken, zonder dat dit ooit voor één van beide partijen zal gaan vervelen. Dat het binnen een dergelijke langdurige samenwerking blijft klikken en dat je naar eigen gevoel samen nieuwe, vernieuwende muzikale hoogtepunten mag blijven beleven, ja, dat is in onze ogen werkelijk uniek en iets om te koesteren, oprecht te koesteren. We beschouwen onze samenwerking met Ivan Meilemans dan ook als een match made in heaven, waarvan wij als orkest en hopelijk ook ons publiek nog vele jaren van mogen blijven genieten. Hopelijk terug zeer snel live, gezond en covidvrij. Beste Ivan, ik richt me bij deze rechtstreeks tot jou, want ik heb de eer en het genoegen als spreekstalmeester van ons korps om jou in naam van onze gehele Kempenploeg-familie van harte te danken voor de vele mooie jaren en om jou bij deze formeel te melden dat wij o zo vieren zouden om jou al 20 jaar onze chef te mogen noemen en dat we deze samenwerking graag nog vele jaren verder zetten. Dankjewel Ivan voor alle muzikale hoogtepunten die je ons orkest bezorgde. Voor je immer motiverende kracht om het beste in iedere muzikant, van jong tot oud, van mediocre tot superieur, naar boven te blijven halen. Bedankt voor je drijfveer om van ieder concert een feestje te maken. Bedankt voor je aanhoudend enthousiasme en onvermoeibare gedrevenheid. Bedankt voor je muzikaal begeesterend vermogen. En bovenal bedankt voor de vriendschap. Merci, Ivan. Merci, Ivan. Merci, Ivan. Merci, Ivan. Merci, Ivan. Ivan, merci. Merci, Ivan. 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 Ivan, bedankt voor je 20-jarige dirigentschap. Chapeau. Merci, Ivan. Merci, Ivan. Merci, Ivan. Ivan, Ivan bedankt. Merci. Merci, Ivan. Merci, Ivan. Merci, Ivan. Merci, Ivan. Merci, Ivan. Merci, Ivan. Skål. Merci, Ivan. Merci, Ivan. Merci, Ivan. Een welgemeende dankjewel. Merci, Ivan. Merci, Ivan. Merci, Ivan. Merci.